Ja, zoals we net aangekondigd hadden, was het de video van de Tour de Extravaganza die in Hengelo rondgaat. Vanmorgen konden namelijk rond Koffietijd de hardlopers, wielrenners, wandelaars en mountainbikers voor het eerst een tocht door de omgeving doen. Waarom hebben jullie deze keer voor de locatie Hengelo gekozen? Ja, normaal gesproken is de Tour een initiatief van Herbalife Nutrition Members. En dan gaat het naar een stad waar Herbalife Nutrition op dat moment een 2-daags seminar heeft. Dus vandaar ook de Tour de Extravaganza, want het evenement heet Extravaganza. Nou ja, afgelopen jaren mochten we natuurlijk niet reizen, dus vandaar dat we toen het in Nederland gehouden hebben. En we hebben gewoon een poll gedaan onder de deelnemers van ja jongens, wat vinden jullie een leuke regio? Afgelopen jaar hebben we in Limburg gezeten en dit jaar kwam het oosten van het land uit de bus. We hebben dit jaar wandelaars, wielrenners, daar is het oorspronkelijk ooit mee begonnen. Sinds vorig jaar ook discipline MTB erbij en de hardlopers. Ik ben verantwoordelijk voor de motorbikers. 4 jaar geleden heb ik een keer een opmerking gemaakt tijdens ook de goede doelenrit op de racefiets. Van joh, waarom is er eigenlijk geen motorbike discipline? Dat is een beetje jammer. Toen zeiden ze, goed idee Peter, ga jij dat maar organiseren. Het enthousiasme is groot. Belangrijk is wel dat we de veiligheid voorop stellen. Dus we hebben ook veel en vaak getraind voor die tijd. En we hebben er ontzettend veel zin in. Waarom is het voor jouzelf zo belangrijk om je in te zetten voor het vergeten kind? Ik kom uit een gezin waarbij mijn ouders zijn gescheiden toen ik 7 was. En daarin heb ik niet altijd de liefde en aandacht gekregen die er nodig was. En daarnaast is mijn moeder altijd werkloos geweest, dus hadden wij heel weinig geld. Ik ben bijvoorbeeld nooit op vakantie geweest. Dus dat er nu een mogelijkheid is voor kinderen dat ze toch op vakantie kunnen doordat wij ons inzetten, ja, dat vind ik fantastisch. Want ik vond het nadat ik terugkwam van de zomervakantie altijd vreselijk dat ik niks kon vertellen, maar ik was nergens heen geweest. Nou, welkom in Twente. Hoe vind je het hier? Ik vind het hier altijd fantastisch. Altijd als ik hier in Twente kom. Dat is mooi, dat ga ik het toch proberen. Hè? Het lukt me gewoon niet. Misschien moet ik er ook vanaf blijven inderdaad. Maar nee, ik vind het altijd heel fijn om hier te komen. Ik ben ambassadeur voor Stichting Het Vergeten Kind. En dat is de stichting waar nu geld voor wordt ingezameld. En wij zetten zich ons in voor de 100.000 kinderen in Nederland die in een instabiele of onveilige leefomgeving opgroeien. En daar hebben wij hele mooie happy weekenden en happy vakanties voor die we organiseren. En met het geld dat hier wordt opgehaald bij de Tour de Extravaganza, je hoort al hoe enthousiast ze zijn. Met dat geld kunnen wij deze weekendjes blijven verzorgen voor deze kinderen. Er is al zoveel ellende op de wereld en er wordt heel vaak ons eigen land vergeten. En als je dan heel even snel terugkijkt naar mijn eigen jeugd, ik heb het hartstikke goed gehad altijd. En als je dan ziet wat er nu allemaal speelt, dan wil je dat gun je niemand. En zeker de kinderen niet. De verwachting is dat we met z'n allen heel veel plezier gaan beleven. Maar vooral dat iedereen heel hard thuis komt, vind ik altijd heel belangrijk. We gaan met z'n allen heel en gezond weg, dus we willen ook weer voor de terugkomst. Ja. En daarnaast, ons doel wat we hebben gesteld voor het vergeten kind, €75.000 ophalen, is al gelukt. Maar goed, nu kunnen we wellicht naar de 80, misschien nog wel naar de 85.000. Heeft u er een beetje zin in? Ja, natuurlijk. We hebben hier jaar naartoe geleefd. En nou is het eindelijk zover en dan mogen we de Tour gaan doen. En we hebben er ontiegelijk veel zin in. Nou, ik hoop dat we het droog houden. En dat we gaan ervoor dat iedereen over de finish komt. Dus wat gaan we doen? Waarom vindt u het zo belangrijk om zich in te zetten voor het vergeten? Er zijn in Nederland zoveel kinderen die het niet allemaal even goed hebben. Dus laten we daarvoor een steentje bijdragen.